dingen die we moeten, volop moeten wezen. Waarom ze zo gepinaard hebben. Want die oude argumenten gaan niet op. Maar ze moeten wel weten waar dat eerste en tweede is. Er zijn wat tijdbommen. Die ja. achtergelaten worden voor ons. Eén van de tijdbommen. Ja. Zijn die korttermijnbeleggingen. Die welbekende OMO's. En als je daar ziet als er 4 miljard of hoeveel rente al betaald moet worden. En blijkt, zegt de minister van Financiën, doodleuk. Dat is de belastingbetaler die die miljarden gaat moeten betalen. De vraag is dan, als het geld zodanig ontwaard is geworden, omdat die rente nu blijkt, ja. gedrukt geld te zijn. Of het nou digitaal geld gedrukt is, of werkelijk gedrukt is. Er is zoveel SRD dat geen productiewaarde had. Gedrukt geworden. Dat op een bepaald moment de waarde van je SRD helemaal wegzakt en de koers ergens 60, 65 zou moeten zijn. En wat men dan doet, door die SRD weer krap te maken in de maatschappij, door weer die beleggingen te doen met die extra rente dat gedrukt is, dan creëer je een krapte in SRD, zogenaamd kunstmatig hou je de koers dan omlaag bij 30. Maar wij weten dat het een tijdbom is, want elke keer komt er rente erbij, ja. en rente erbij, en dan hou je het weer vast, maak je weer krap om die koers te stabiliseren. Wie gaat deze tijdbom van die steeds aanzwellende hoeveelheid geldmassa, wie gaat het loslaten? Zij moeten het loslaten om eerlijk aan de mensen te wijzen, kijk, de koers is 65 en u weet hoe het werkt in de ja. economie. Ja. Eenmaal als een koers wegspiraalt, kan hij doorwegspiralen tot 100. Dus met andere woorden. Dat denk, en deze mensen denken dat ze slim zijn, ja. dan gaan ze het laten voor een andere regering. Maar wij zijn ook, denk ik, wel slimmer dan dat. Wij zullen dan ervoor zorgen dat het niet zo ver komt. Okay. Maar als het aan deze mannen ligt, ja. geld en winst maken over de ruggen van belastingbetalers ja. en allerlei mensen bevoordelen, want we weten dat er allerlei exporteurs, allerlei mensen daar dollars en dingen wisselen naar SRD, die SRD's weer beleggen, dan gaat hij weer van SRD naar dollar, allerlei spelletjes die gespeeld worden. En dat is een van de tijdbommen die ze voor ons achterlaten. Een tweede tijdbom, ja. ik ga maar twee van de zeven zeggen, want ik moet altijd ja. de spanning blijven houden. Ja, tuurlijk. Want als ik zeg, ik geef alles al prijs. Nee, maar tweede is de geweldige 1,2 miljard. Ja. De vieze reserve van de centrale bank, waarover de reserve waarover de president het heeft. Als wij weten dat daar IMF-gelden meer in zijn, en leningen zijn, nieuwe leningen in zijn, en we weten dat het dat je de rente niet betaalt van alles. Je betaalt misschien maar een derde. Ja. Ik moet even de berekening maken. Ik denk dat het een derde van de totale jaarlijkse last, rentelast is. Stel je betaalt maar een derde van die 600 miljoen op jaarbasis dat je moet betalen. US dollar aan rente totaal. En ik betaal maar 200. Neem een voorbeeld. We kunnen altijd de cijfers weer hard maken, want ik heb alle rapportages nog. Stel je moet maar 200 US dollar betalen. Maar voor wie laat je de resterende 400? Om te betalen. Want dat zit op te stapelen. Je zit die 400 miljoen per jaar op te stapelen voor een andere regering die komt. En wat er dan gaat gebeuren als hij opstapelt zover, dan legt u me uit hoeveel van die 1,2 miljard US dollar reserve nog gaat overblijven voor die vorige regering. Het gaat waarschijnlijk naar negatief helemaal vallen. En dit zijn van die gekhouderij waarmee de regering bezig is, dat laten ze ook achter. Niet voor ons als regering, maar voor die hele samenleving, toch? Ja, klopt. Want ze willen als het ware, dat noem je politiek van de versproeide aarde, toch? Precies. Ze gaan dat ding zodanig achterlaten, ja. dat ze hopen dat als die volgende regering komt, het zo moeilijk zal hebben, dat ook zij niet kunnen succesvol kunnen zijn, dat zij daarna weer in 2030 een kans maken. Misschien toch, alle cijfers zijn beschikbaar van OMO. Alles is beschikbaar van reserve en rente dat ze niet betalen. Maar het volk, zij denken, het volk gaat niet informeren. Ze denken, het volk is niet op de hoogte. We gaan gewoon mooie verhaaltjes vertellen. Maar met, en daarmee gaan ze vanaf. Daarmee komen ze weg. Ja, dat denken ze. Maar dat gaat niet gebeuren, zoals ik van u hoor. Maar ik heb een kritische vraag van een persoon die reageert hier op Facebook. Die vraagt, wat gaan wij doen met de cambio's? Want als die koers straks een tijdbom wordt in 2025, dat die nu, zeg maar, het is nu een beetje kunstmatig, maar ergens daarboven zal het al bij de 100 kunnen zijn.
Want het gaat zo meteen exploderen. Hoe gaan we doen met die cambio's? Hoe gaan we die cambio's door die tackle in het land? Want die bepalen wat er gebeurt als ik het zo heb. Nou, ik denk, er is wel een positieve ontwikkeling. In die zin dat de centrale bank bezig is met compliance. En bij de compliance, en nou, ik weet niet of ik kan zeggen dat het is een positieve zaak, maar bij de compliance moeten de cambio's aan een heleboel voorwaarden voldoen, die en vele voldoen niet. En er zijn een heleboel cambio's al afgevallen van de gemeenschap daar in brede zin al op de hoogte van is. Maar er zijn een heleboel cambio's weggevallen. En het heeft niet te maken met de compliance regels van de centrale bank. Dit hebben we natuurlijk al ingezet vanaf 2016. Die maatregelen van de centrale bank zijn door de vorige governor en governors al in plaats gebracht. En nu is het in zo'n fase dat de centrale bank een zekere mate van compliance wil zeggen natuurlijk dat de cambio's moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. En dat maakt dat er redelijk goed controle over de cambio's wordt gedaan. Je hoopt natuurlijk niet dat er een friends, family dingen gaat spelen op de achtergrond. Mensen bespaard worden om te voort, of dat te zeggen, zo verzorgen om niet te voldoen aan die voorwaarden. Ik hoop niet dat het zo is, laat me het zo stellen. Maar als de centrale bank zijn werk goed doet, zoals de maatregelen nu al uitgewerkt zijn jarenlang, dan denk ik dat je al redelijk een goede grip hebt op het functioneren van de centrale bank. Wij weten dat in de tijd. We hebben ook gezegd van al die machines, al die cambio's moeten openheid geven middels de computers en de servers die ze moesten installeren, zodat de centrale bank dagbasis weet wat werkelijk in die maatschappij wisselen en gedaan wordt. Dus ik hoop dat in deze fase, als de centrale bank dat doortrekt, want we moeten aan internationale regels voldoen. Yeah. National Risk Assessment, CFATF's toch? Caribbean money laundering en dat soort zaken moet je allemaal voldoen, anders gaan we straks uitgesloten worden van valutaverkeer met buitenlandse banken. Dus Suriname gaat uiteindelijk aan de internationale regelgeving moeten voldoen. Dus dit mochten we zo verwachten. En ik denk dat hiermee met de centrale bank zeker een goede ontwikkeling zal zijn, dat er meer grip is over eventuele malpractice van cambio's. Maar denkt u dat we op onze vingers moeten, dat we op onze tanden moeten bijten, als Nederland, de OM van Nederland, de Surinaamse banken veroordeelt? Moeten we op onze tanden bijten dat het nog niet gaat gebeuren, dat we de tijd, dat als de nieuwe regering komt, tijd krijgt om dingen te gaan repareren? Moeten we niet een beetje finger cross doen? Want zoals u zegt, dat we uitgesloten kunnen worden, als er een uitspraak komt vanuit de OM Nederland, dan zal het finesse zijn voor Suriname, toch? Nou, we moeten duimen, maar we moeten het bankwezen en de centrale bank zeker stimuleren en oproepen dat ze alles aan doen dat het niet zo ver komt dat een eventuele schade aan bankwezen en de centrale bank een verdere neerwaartse spiraal zou creëren voor onze valutaverkeer en correspondent banking. Dat is niet een goed ding voor Suriname. Dus laten we duimen dat het goed komt daar en dat het niet zo ver komt. Oké, okay. Ik heb een laatste vraag voor u. Bijna een laatste vraag. Het is mij opgevallen dat de Centrale Bank van Amerika wel heeft gewerkt met Desiree Delano Boutersen, de regering. Ondanks dat hij gevonnist is en dat er een vertrouwensband was tussen de Amerikaanse bank met uw regering, uw regeerperiode. En in de 60 jaar is dat nog nooit gebeurd in Suriname met een regering, maar wel met Boutersen. Wat heeft deze man eigenlijk? Of, ik weet niet hoe ik het moet vertellen, maar u begrijpt me. Wat is er eigenlijk met Boutersen dat mensen toch na 60 jaar, ondanks dat ze dingen hebben geroepen, dat hij gevonnist is in Nederland, en alle soorten dingen, dat toch
Amerikanen met hem hebben gewerkt. Sinds voor het Nou, eerst in de geschiedenis. ik denk dat Bouterse vanuit zijn bindende rol Ja. altijd naar slimme, slagvaardige mensen heeft uitgezocht Ja. om het beleid te ondersteunen. Ik bedoel Robert van Tricht en de mensen die ook bij de centrale bank destijds waren als ondersteuning van hem, hebben een bijzonder werk gedaan. Dat de Federal Reserve op een bepaald moment Suriname kon fourniceren met dollars vanuit de Federal Reserve. Dat was een historisch moment voor Suriname. En net wat ik zeg, Bouters heeft de nek. In het Engels zeggen we nek, toch? Heeft die Chori, hij heeft dat in zich voor mensen dwars door het politiek spectrum. Hij kijkt niet naar politieke achtergrond, hij kijkt niet naar verschillen in dit en dat. Hij kijkt, luister, deze mensen hebben de brains ervoor. Deze mensen hebben capaciteit, heeft ze zien werken in de praktijk en hij zet die mensen aan het werk. En soms als je vertrouwen hebt, en je ziet bij ministers wordt er vaak gezegd toch, ja, maar hij zet die mensen wel, maar kijk wat het wordt resultaat. En dat ligt aan de mens zelf. Het beleid is niet de president alleen. Nu zou je dat ook kunnen zeggen, maar bij Bouterse was dat ook zo. De regering zijn nog steeds individuen. En individuen gaan maken soms misstappen. Wij moeten de environment, de gelegenheid niet meer creëren voor bestuur om te falen op bepaalde punten. En we moeten ze continu controleren. Ik zeg altijd, moet je aan het kabinet-president, moet je controle hebben. Controle is de checks, ook bij de parastatale en zo, ook bij die ministeries, dat die mensen geen misstappen maken. Maar in beginsel heeft Bouterse wel dat heel goed kunnen doen. Heeft die mensen geïdentificeerd. Heeft die mensen aan het werk gezet. En ook vanuit de Centrale Bank weten we dat Robert van Tijp een bijzonder werk gedaan heeft om het is heel knap in elkaar gezet met zijn ondersteunend team om de Federal Reserve zo ver te krijgen. En dat is ook dan de consequentie geweest dat het vertrouwen dus zo sterk was in hem, als ik het dus goed teruggreep, dat nadat het fout ging en de PG de fout maakte om hem op te halen en dat soort van zaken, niet denkende aan de consequentie, terwijl eigenlijk je goed vooronderzoek moet doen voordat je zoiets doet als een aanhouding. Dat je dan de Federal Reserve in twijfel laat trekken en de Federal Reserve zegt op een bepaald moment: wacht even, we stoppen met dollar sturen naar Suriname. En dan kan je werkelijk een effect krijgen dat daardoor de koers gaat beginnen te klimmen op straat, toch? En dat kan je wel opvangen tijdelijk. Maar dat vind ik aan de ene kant jammer. Aan de ene kant zeg ik, als verboden is het vergelijk met wat u heeft gevraagd. De vraag is duidelijk. Als je mensen vindt die knapkoppen zijn en ze kennen het werk, praktisch ook zijn, pragmatische mensen en je weet dat ze het werk kunnen doen, dan gaat het draaien, dan gaat het lopen. Je moet geen lege huls daar zetten, toch? Ik bedoel, dan gaan dingen niet werken, toch? Nee, klopt. Maar dit is En ik toch, denk dat er. ja, zeg het maar. Ja, zegt u zelf, maar. Ja, maar ik neem aan dat dit ook een van de verworvenheden zijn, toch? Nee, zeker, zeker. Want Zeker. als je in 60 jaar nooit een president van Suriname gelukt is om met de Amerikaan, of met de Amerikaanse bank, Centrale Bank van Amerika, samen te werken op zo'n hoog niveau, dan waarom wordt dit niet geïtaleerd elke keer van, hey, Fawaka, Seifsa Chan, Fawaka Idoro, in Idoro, ja, zo. Ja. Nee, dat is zo. Kijk, ik bedoel, Amerika is een goed voorbeeld. Andere landen, de grote landen in de wereld, India, China, Amerika, zijn de grote landen in de wereld met wie we nu werken en we zien richting de nieuwe economische orde en zo ook. Maar toch nog zijn er mensen die zouden zeggen, alleen voor propaganda doeleinden, onder Bouterse was de zaak geïsoleerd. Alleen aan de Noordzee was misschien iets geïsoleerd. Maar zelfs met de Noordzee en Nederland waren er ook goede afspraken. Toch? Maar oké, het werd zo persoonlijk naar Bouterse gebracht. Zo persoonlijk bevochten de persoon, de man. Ja. Maar ik zeg, de hele wereld stond open voor Bouterse en de wereld. Maar ja, ik bedoel, het is propaganda. Toch? En mensen
prenten dingen in het volkshoofd van ja, isolement en dat soort zaken. En net heeft hij een goed voorbeeld aangehaald. Oké. Hoe het wel kan, toch? Precies. Want ik wil niet een beledigend doen, maar als Bouter zo wegging. Al was het met een matakwis, dan heb je een visie ABK of zo. Maar Chan, ik weet niet waarmee Chan is gekomen, maar de meeste mensen zeggen hij is weggegaan, maar heeft niet, misschien heeft hij weggedragen, maar heeft niets teruggebracht. Ja, er zijn Maar. zoveel dienstreizen. Ik denk dat wij niet eens registreren. En als je moet registreren hoe vaak deze mannen en vrouwen misschien per maand weg zijn, dan moet het zeker al 6, 7, 10 dienstreizen zijn. Ik denk dat ze meer reizen dan ze in het land zijn. Hoor. Goed, ik heb nog twee vraagjes. In 2020, toen de regering overnam, zeiden ze dat de kast leeg was. En mij de vraag van, klopt het helemaal, sanatorie? Want u had het een beetje uitgelegd, maar het is bij de mensen een beetje vervaagd. Maar het is goed als we dingen weer op rakelen en de mensen hun geheugen verfrissen. Nee, maar het is gek, gek dat mensen dat soort dingen geloven, toch? Als je vanaf 2015 kijkt naar 2020, komt er in de staatskas elke maand een half miljard SRD binnen. Je kan elke maand de status van de centrale bank en van minister Financiën checken. Een half miljard wil zeggen, laten we zeggen tussen 300 miljoen en 1 miljard komt er elke maand binnen. Ene maand 400, andere maand 600, andere maand 1 miljard, dan weer een andere maand 7. Wij zeggen, afhankelijk van hoe die economie gaat en de inkomsten gaat, varieert dat per maand. Nou, als dat nooit veranderd is tussen 2015 tot 2020, en ik heb alle data hier van heel 2020, zelfs nadat die mannen hebben overgenomen, begin 2020, toen de verkiezing er nog niet eens was. Januari, februari, maart, april, mei 2020, juni 2020, juli 2020, augustus 2020, is de staatskas met een half miljard gemiddeld gespekt geraakt. Dan hoe is ooit de staatskas leeg geweest? Legt u me dat uit. Als het 5 jaar lang zou duren, een hele termijn, 10 jaar lang. Maar dat zijn van die populaire nonsens. Als je dat soort dingen praat, en mensen geloven dat ook, omdat men niet gaat checken. Het is gewoon een populair nonsens praat. Dus ergens denk ik bij mezelf, je gaat 1000 op televisie projecteren. Ik kan hoeveel keer de documenten wezen. Ik heb het gewezen, je publiceert dat op je page, je publiceert het hier en daar. Het lijkt alsof de mensen niet schamen, deze mensen zich niet schamen om leugens te herhalen. En herhaling is een soort van indoctrinatie, toch? Indoctrinatie. Alle staten van financiën zijn bekend. Je kan het downloaden op de site van dezezelfde regering. Ze downloaden, publiceren het zelf. En toch staan ze op een podium en zeggen gewoon, het was leeg. Er is een ander gegeven waar men zei, ja, maar die lonen, salarissen konden niet betaald worden, toch? Als je elke maand half miljard hebt, dan moet je nu begrijpen dat, stel, je moet 600 miljoen betalen aan lonen, salarissen. En toevallig die maand kom je op 400 miljoen inkomsten. Daar is er een verschil van 200 miljoen. Klopt. Wat doet de staat dan? En dat is wat het volk goed moet begrijpen. Je doet tijdelijke leningen bij de banken om die tekorten in te vullen. Want de volgende maand, als je bijvoorbeeld 800 miljoen krijgt, dan betaal je dat terug. Ik leg het even simpel uit, het is wat complexer, maar dat is de werking ongeveer. Dus stel in juni en juli heb je in plaats van die 600 miljoen die je aan lonen salarissen moet betalen, SMD, heb je dan bijvoorbeeld 300 miljoen ene maand, 400 miljoen andere maand. Wat moet je dan doen? Je moet in die ene maand 300 miljoen en in de andere maand 200 miljoen extra gaan zoeken om het volledig te maken naar 600 miljoen om de lonen salarissen te betalen. Dus dan doe je tijdelijke lening met de banken. Wat is gaan gebeuren? Die PG van toen heeft meneer Van Tricht aangehouden. En
Dat is een pure politieke insteek. En als je daarna gaat, want je moet een goed GVO doen, voordat je iemand in staat van beschuldiging stelt. Ja. Dat moesten ze ook weten. Toch? Ja. Je kan niet zomaar iemand in staat van beschuldiging stellen op die manier en beginnen die mannen op te halen. Ja. Dan creëer je heel onzekerheid in die bankaire sector, want nu is het van, wat is precies gebeurd, zeggen de banken. Dus je ontregelt zonder verder na te denken van, dit kan de consequentie. En daar komt het gevoel van opzet, toch? Mm-hmm. Daar komt het gevoel van opzet. Als je de hier, dan zeg je van, wacht even. Nu ben ik de hele sector in de war mee. En de banken hebben toen terecht gezegd, wacht even, wat is er hier aan de hand? En dan zeiden ze van, luister, we moeten aanvullen voor lonen en salarissen. Jullie betalen in een andere maand ons terug, om het even simpel uit te drukken. Maar, in deze situatie, door die handeling, en is die bankaire sector een beetje in de war, en ze van, luister, weet je wat we doen? We weten nog niet wie de volgende governor is. Of misschien was de volgende governor al daar, denk ik. Nee, hij was er nog niet, hè? Of wel, ik moet even nagaan. Maar het gaat erom, ze zeiden van, dan laat die volgende regering, die inkomende, ook erbij zitten. Zodat die beloftes van de inwisseling van het verschil dat we moeten betalen voor de loon en salarissen. Zodat ze ons kunnen toezeggen dat het betaald gaat worden en al dat soort mooie dingen. Dus het heeft te maken met onzekerheid die door een politieke insteek ontstaan is. De mensen die het luid schreeuwen dat er geen geld was voor loon en salarissen. Ze zijn de oorzaak dat er onzekerheid was in die bankaire sector. Zij zijn de oorzaak. Dat ze politieke insteken doen en allerlei mensen bewegen om verkeerde handelingen te plegen. Ik zeg, dan moet men nu, en er is een andere reden waarom ook nooit zou kunnen hoor, zelfs als de banken niet zouden willen meewerken, stel, dan had je nog grote reserves. En de grote reserves waren meer dan genoeg, je kunt het zo op de staten van de centrale bank zien, zouden meer dan genoeg zijn om die lonen en salarissen aan te vullen naar die 600 miljoen. Ik noem een getal, het kan ook 800 miljoen zijn. Ja. Om het aan te vullen naar de lonen salarissen bedragen, zodat die lonen salarissen betaald kunnen. Dus nooit zou je kunnen zeggen of de staat heeft tekort aan geld, want die heeft een 500 miljard gemiddeld elke maand. Of de centrale bank zou geld niet hebben, want die heeft een reserve en die heeft grote reserve. Dus het is in 0,0 zin mogelijk dat één staatskas leeg is. Dat je lonen en salarissen niet kan betalen. Maar ik heb het gevoel. Ja. Dat die mannen die binnenkwamen zichzelf geweldig waanden. Omdat ze dit nooit hebben gedaan. Ze weten ook niet hoe het in elkaar zat. Toen ze erbij zaten en ze moesten mede-eigenaarschap nemen van die transactie die moest gebeuren van de lonen en salarissen. Vonden ze dat zij de spil waren. Zij van de C waren de mensen die hebben bewerkstelligd. Maar dit gebeurt elke maand al 10 jaar, meneer. Mm-hmm. Als je niet erbij komt en je denkt, je bent plotseling het verschil, terwijl je de oorzaak van het probleem bent geweest. Ja. Dan zeg ik, als ze durven hun mond open te maken over lonen, salarissen, konden niet betaald worden. Ja. Dan mag de gemeenschap weten dat zij de oorzaak zijn van die onzekerheid in die economie. Met allerlei stakingen en kabaal maken over dit is gestolen, dat is gestolen. Ja. Zij hebben die onzekerheid gecreëerd in de samenleving. En die jogo. En dat daarna de banken terecht zeggen, wij voelen ons onzeker en we willen hun erbij hebben die binnenkomen. Dan mag je erbij zitten. Jij moet alleen een toezegging doen dat als jij aan de macht bent, daar weer dat in een goede maand waar de staat meer inkomsten heeft, dat verschil dat je eerder had geleend, terugbetaald. En dan zeg ik, dan is het al begrepen. Maar dan ga je nu geweldig spelen, toch? Biggie Fassi van, luister nou, ik ben geweest en om ons, we hebben het opgelost, het is alleen maar kolder. Laat me je gewoon hard zeggen, het is alleen maar kolder. Ze weten bliksems goed dat hun aanwezigheid slechts voor mede-eigenaarschap was en voor niets anders. Zij moesten gewoon de toezegging doen dat ervoor was. En geen enkel geweldig doenerij over, we hebben het los kunnen krijgen, hier los kunnen krijgen. Doe je werk gewoon. Het is een simpel werk van financiën, toch? Elke maand gebeurt het. Dat is waar. Meneer Ashwin Adin, ik heb geen vragen meer voor u. Het is helemaal goed en goed onderbouwd en uitgelegd. Ik zal dit gesprek niet meer vergeten. Ik ga het in mijn hoofd printen. Maar u weet, er zijn mensen die vragen stellen. En ik zie één persoon die had wat geschreven. En ik wil ook de mensen vragen, als iemand wil bellen, mogen ze bellen. Op plus 32
4, 6, 5, 4, 4, 6, 7, 6. Dus plus 32, 4, 6, 5, 4, 4, 4, 6, 7, 6. Maar ik had weer een kritische persoon die vroeg van, hoe denkt u over de BRICS of BRICS? BRICS. Dus een nieuwe munteenheid Ja. als vervanging van de dollar. De dollar is in praktijk nog steeds grootste hoeveelheid aan geldmassa dat in gebruik is. Om een nieuwe munt het vertrouwen te geven, als zou die uitkomen, eerst was het augustus, dan september. Als die zou die nou uitkomen, de doorwerking ervan en het gebruik ervan gaat nog even een tijd duren. Maar het signaal dat er niet alleen one lender of last resort is, dat we kennen als IMF. Dat je, als je niet uitkomt als land, dat je de hulp zou moeten inschakelen van IMF. Dat er een andere mogelijkheid ook is bij de BRICS. En dat is nou Brazilië, Zuid-Afrika, India, Rusland, allemaal daar geld in zouden steken. En ze zouden zeggen, als er hulp is door naties die ingeroepen zou worden, en dat is de suborganisatie van de BRICS, dan ze hulp zouden kunnen krijgen. Dat is een hele aderlating, een hele verlichting voor die hele wereld die in ontwikkeling is. Ja. Dat is ongetwijfeld. Als het een beperkende werking gaat hebben op de dollar, is nog een grote vraagteken. Want net wat we zeggen, los van de petrodollar die losgelaten is, is natuurlijk de dollar is nog heel veel in gebruik. En de zekerheid wordt nog steeds gezocht in de dollar. Het gaat niet 1, 2, 3 dat een nieuwe munteenheid, zo snel een werking zou hebben dat de dollar minder significant zou worden. Dus nou, we moeten uitkijken hoe de ontwikkelingen zijn, maar dat er meerdere opties zitten, wat ze gaan willen naar een multipolaire wereld, toch? We willen niet naar één land of twee landen die een wijzige hegemonie hebben. We zijn goede vrienden met de VS. Ik ook al had altijd een goede band met alle ambassadeurs van de VS. En we willen dat ook zo houden. Maar het is alleen maar aannemelijker en billiger dat we zeggen dat er een multipolaire wereld is. Dat er meerdere mogelijkheden zijn voor landen die in financiële problemen komen. Niet alleen bij IMF, maar ook met een werkarm van de BRICS. Dat is alleen maar positief. En zelfs de VS en andere landen zouden dat moeten aanmoedigen. Dat is mijn perceptie van zaken, hoor. Oké, nou duidelijk. Ik weet niet of er mensen willen die mogen bellen. Is als er iemand wil bellen, nummer heb ik al opgenoemd. Niet het nummer dat aan de andere kant verschijnt, maar het nummer die ik heb opgenoemd. Jullie hebben nu misschien de mogelijkheid om even te bellen. Dan kunnen jullie gewoon even bellen als jullie wat vragen willen stellen. Jullie krijgen eenmaal de kans om even te bellen. Maar als ik zo kijk naar dat hele gebeuren in Suriname, meneer Ashwinadien, dan zeg ik van, joh, ze hebben het volk in Suriname en ook de diaspora aan de overkant van de zee behoorlijk voor de gek gehouden. Ja, dat is zo. Dat is helaas zo. En Owelen, oom Eddie Jozef Zoon, dokter Eddie Jozef Zoon. Die mooit iets heel wijze man hoor. Kan ik, zeg ik hem als vriend en we hadden vaker dat we zitten en politieke analyse en zo. Hij zou zeggen, als je eenmaal op die berg gaat, VP, zei hij van. Je neemt het risico. Als je voorbij de top gaat en het vertrouwen zakt weg, moet je niet verwachten dat het terugkomt. En deze mensen zijn al voorbij de top. Ze zijn gevallen en ze gaan richting ravijn. Ze gaan richting het dal. En daar is het vertrouwen, als het eenmaal zo weg is, heeft hij altijd gewaarschuwd. Daarom in de politiek, zorg ervoor dat er werkelijk integriteit is. Integriteit komt van het woord integer, van het Latijns woord integer, toch? Ja. Is consequent. Open, eerlijk, consequent. En ga niet mensen voor de gek houden. Wees consequent als je iets zegt, doe wat je zegt, zeg wat je doet. Dan heb je nooit een probleem. Hij is helaas overleden. Maar ik zou zeggen, mensen die denken
het volk een loer te draaien. Ja. En op deze mensen te behandelen. Ze mogen vergeten dat ze het volk ooit om vertrouwen weer kunnen vragen. Dat is naar de wijsheid van Dr. Eddie Josephson, hoe ik dat heb gezien. Hij heeft, vele politieke partijen zijn zien komen gaan. Ja. En dat zijn van die dingen dat de mensen moeten begrijpen. En okay, wij moeten onszelf niet voor de gek laten houden. Dat is altijd mogelijk. Maar net wat ik heb gezegd, als we heel duidelijk de mensen een ballotage laten doorstaan, die politici die op het podium kunnen praten, dan moeten we vermijden dat wat u zegt, dat ze ons een tweede keer voor de gek houden. Ja, is goed. Maar ik heb waarschijnlijk iemand die belt, maar die belt op het verkeerde nummer. Ik ga hem even bellen via dit nummer. Even een momentje hoor. Oh ja. Meneer, met wie spreek ik? Goedenavond. Goedendag. Met Orfeo van Beek. Meneer Ashwina Dien, hoort u hem? Zacht wel, maar. Ja, met Orfeo. Hoor je me goed? Ja, ik hoor u wel goed, ja. Ja, ja, op de, in de verte, maar het lukt wel. Oké, dan ga ik luider praten. Oké, goedenavond meneer Redman en meneer Adin. Jawel. Ja, goedenavond. Ja, luisteren. Ja, mevraag. Ik vind het gesprek interessant en ook heel informatief. Maar mevraag is dit. Ik heb vorige week een bericht gelezen dat deze regering 500 zoveel miljoen wil lenen bij Oppenheimer tegen iets van 12%. Mijn eerste vraag, is dit waar? En twee, wat vindt meneer Adin ervan dat deze mensen die Oppenheimer zo aan het bestrijden waren, plotseling deze stap overwegen? Dat was mijn vraag. Voor de rest vind ik het een heel luchtig onderwerp, inspirerend, en ik wacht op mijn antwoord. Heel krachtig, meneer Ashwin Adin, de Oppenheimer lening. Heeft ja, u de vraag gehoord? Ja, ja, is duidelijk. Kijk, Oppenheimer hebben toen genomen. Is heel, heel interessant. Dat nauwelijks een week of enkele dagen voor de regeringswisseling in 2010. Kijk hoe ver ik terug ga. 2010, voor de regeringswisseling. Dat regering Venetiaan, Sarju, dacht ik, overgeeft aan Bouterse Amarali. Dat er een gigantische lening getekend wordt van 1,2 of 1,4 miljard, dacht ik. US dollar. Van Credit Suisse. Voor staatsolie. Dat heeft staatsolie op een den duur in grote problemen gebracht om die lening af te lossen. En wanneer hebben we het sterkst gemerkt? In 2015-16. Toen die olieprijs omlaag ging en staatsolie niet kon voldoen aan die verplichting van die lening van toen, heeft de regering besloten, wij als regering, we moeten snelst, op zijn snelst, een lening gaan zoeken om dit gat te vullen. IMF was te zwaar voor die samenleving met energietarieven omhoog. Dezelfde mensen die nu zitten aan de macht waren op straat aan het staken tegen IMF. En wij hebben naar hun ook geluisterd en gezegd, dan gaan we IMF afzeggen. IMF heeft rustig netjes een rapportage gedaan van luister, wij gaan dus dit, we gaan afzeggen. Geen enkel voor de gekhouderij met dat soort onzin die men vertelt. We hebben netjes afgemeld en dat heeft IMF ook gerapporteerd. Mm-hmm. Toen IMF niet kon inkomen voor staatsolie, hebben we toen op de kapitaalmarkt geld moeten zoeken. En op de kapitaalmarkt hebben we toen, nergens op de wereld ga je goedkoper dan 7% vinden. Omdat Suriname geclassificeerd is als een middle-income country. We zijn eigenlijk een upper-middle-income country. Mm-hmm. En die landen kregen op de kapitaalmarkt, als ze geld zoeken, voor een 7 tot 12%. Alle andere landen die AAA-ratings hebben, lenen van 0% tot 1%. Dus een VS, een Japan kan gewoon lenen voor bijna niets. En dat is de oneerlijke situatie natuurlijk, waar landen jaren voor vechten. Ook Miyamoto heeft gezegd, voor al die rampen die gebeuren, moeten we 7% lenen. Mm-hmm. Om al die rampen op te lossen steeds. Dit is het gevecht van
De middle-income countries over wereldwijd. China is door de jaren heen eruit geklommen en ontwikkeling kunnen brengen. We moeten van ze leren hoe ze dat hebben gedaan. Maar daarop is een ander topic. Maar het gaat erom dat toen wij in die situatie waren, wij niet goedkoper dan 7% tot 12% konden lenen. Dat wisten die mensen die nu aan de macht zijn, die kritiek leverden, wisten dit bliksemsgoed. En ze hadden nooit een oplossing hoe wij staatsolie zouden moeten redden. Hoe zou dus een staatsolie zo failliet raken door die lening van Venetiaans Schadroep, van toen die goedgekeurd is, van Credit Suisse, 1,4 miljard US dollar. Daar hadden ze nooit een antwoord voor. Maar ze zijn wel de oorzaak. Ze zijn de oorzaak dat staatsolie uiteindelijk in de problemen gekomen is. En ook de mede-eigenaarschap moeten nemen van die Oppenheimer-lening. Maar het waren ook mensen uit hun gelederen die die advies hebben uitgebracht toen samen. Boutersen werkte toch met iedereen. Ook deskundigen. Toch? En die mensen hebben ook geadviseerd Oppenheimer. Dan moeten ze niet schijnheilig komen spelen. Van Oppenheimer dit en dat. Ze moeten er links en rechts van ze kijken. Welke mensen bij hun ook waren. Ja. Die ook die advies hebben uitgebracht voor Oppenheimer. En dat ze nooit een andere oplossing hadden. Maar ook de oorzaken waren. Waarom staatsolie in problemen gekomen is. Ziet u de schijnheiligheid en dat heuvelig gedrag. Heugelachtig gedrag van mensen die ik soms... Ik bewonder hoe mensen zo heugelachtig kunnen zijn. Min of meer, ja. Maar het gaat erom dat Oppenheimer toen tussen 7 en 12 procent, zoals elke andere kapitaalmarkt ons gegeven, heeft gegeven. We hebben daarin ingebouwd ook dat er olieinkomsten in de toekomst zouden zijn, want wij door te investeren in staatsolie en staatsolie te redden, hebben we al deze blokken kunnen ontwikkelen. Waar nu een FID, Foreign hoe zeggen ze dat weer? Een investment decision gaat komen. Dus nu komt een investment decision. Zijn allemaal verworvenheden van de NDP-regeringen. Dat de staatsolie steeds gered en steeds geïnvesteerd moest worden. Is daar een verworvenheid dat nu die olie ontwikkeld wordt? En dat is meegenomen in de overweging bij de Oppenheimer-regering. Dat ook daaruit betaald zou worden. Dus men had alle garantie dat die 7 tot 12% rente betaald zou worden. Gekker nog, dat door de damovername we 77 miljoen US dollar elk jaar minder zouden moeten betalen aan stroomrekeningen die we betaalden aan Alcoa. Die 77 miljoen was meer dan die 60 miljoen van Oppenheimer rente. Die 7 tot 12% wordt ongeveer 60 miljoen US dollar dat je per jaar moet betalen aan Oppenheimer. Ja. Dus dat daarmee zeg je dat als je de dam overneemt, 77 miljoen bespaart. Dus is meer dan genoeg om die 60 miljoen te betalen voor die rente van Oppenheimer. Dan is dat toch nooit een probleem. Hoef je geen geld extra te zoeken ergens. Dus te gaan klagen over er waren dure leningen en Oppenheimer is alleen maar theater en podiumtaal dat op niets slaat. Integendeel hebben ze nooit een andere oplossing kunnen vinden voor Oppenheimer. Nu wat er gebeurt. Hetzelfde. Laat me niet zeggen EBS zegt. De informatie, de bekomen informatie zegt dat men een Oppenheimer lening wil hebben voor EBS. Ja. Op de kapitaalmarkt wil gaan. Nou, als men dat wil doen, dat is een hek. Dan heb je dan de bovenste ladder van het heugelijk gedrag dan al getoond, toch? Je was er eerst volledig tegen en nu plotseling is het wel goed. De vraag is, waarvoor leen je dat? Voor welk doeleind van EBS leen je dat? Toen was het duidelijk voor staatsolie. Gaat failliet, kan haar renteverplichting niet voldoen. Moet geherstructureerd worden bepaalde leningen. We hebben die Oppenheimer-lening toen nodig. We hebben 300 miljoen daaruit aan staatsolie gegeven voor US dollar. Dus de vraag nu is, je klaagt, je hebt geklaagd, ja. Je hebt ons beschuldigd, je hebt allerlei mooie verhalen en daarmee heb je de verkiezing zelfs gewonnen naar je eigen bevinding. Heb je de verkiezing met die leugen kunnen winnen. En dan kom je doodleuk zeggen, we gaan met Oppenheimer een leiding. Ik ben benieuwd, en dan zeggen ze, nee, maar het is niet de regering, het is EBS. Wie tekent het? De regering. Het is toch een prescom die het tekent? Ja. Het is toch een directeur die tekent? Het is toch een mandaat? De president moet daar mandaat aan geven aan de prescom. Ja, toch de vertegenwoordiger van de staat. Ik als vicepresident was ook vertegenwoordiger van de staat. Ja. Bij de aandeelhoudersvergadering, RVC, ga de staat
sowieso een stem hebben en zeggen, luister, het is te dragen of niet. Wie moet subsidiëren EBS? Wie moet subsidie weghalen van EBS? Is toch de staat, dus plotseling als je Oppenheimer gaat lenen, heeft de staat niets te zeggen? Is toch voor de gekhouderij. De staat heeft alles daarin te zeggen. Het is nog steeds een parastataal. Ja. Nog steeds een staatsbedrijf. En de verantwoordelijkheid van dat staatsbedrijf gaat rechtstreeks onder de president. Mm-hmm. En hij kan het alleen delegeren naar de vicepresident als hij het vertrouwen had. En de vicepresident, zoals wij dat hadden toen, dus ik kon dat toen gewoon doen. Maar het staat erom. Dat is wel hoe het is. Precies. Dus men kan zich niet onttrekken van de verantwoordelijkheid alsof als er een Oppenheimer-lening zou zijn dat je zegt van ik heb daar nu niets te maken en het is een EBS. En nog het laatste wat je moet doen is, ja, nu je mond open gaan maken over de vorige regering waar jij dezelfde opties die wij toen hadden nu zit te bewandelen, zit te af te tasten om dat ook te gebruiken. Mm-hmm. Maar welke houding gaat de oppositie nu nemen, gezien dit naar buiten is gekomen? Nou kijk, ik denk dat ik weet waar u naartoe gaat. Omdat u weet, de mannen hebben toen brieven geschreven naar, ja, Oppenheimer. Ja. Als je weet dat er geen andere optie is, dan, ja, zit je naar Oppenheimer te schrijven van leen, ja, die mensen niet. Ja. Van de lief, ik weet niet of het met onkunde te maken heeft. Ja. Of dat men niet gewoon breed genoeg ontwikkeld is in hun denken. Ja. Brieven gaan schrijven of gewoon politieke sabotage was. Dat men brieven gaat schrijven aan Oppenheimer, leen die mensen niet en dat soort zaken. Wij in de eerste instantie zouden vragen van wat is de bedoeling? Gaat EBS failliet? Dan gaan we mee kunnen gaan met een discussie van luister dat. Maar als je niet duidelijk aangeeft waarvoor dat nodig is. Mm-hmm. En je zegt nou ik heb geen geld. Mm-hmm. En je weet 3,8 miljard is wel weggesleusd en dat wordt, ja, maar meer. Ja. Dan zeg je wacht even, 3,8 miljard US dollar. En hoeveel ga je zoeken? 300 miljoen, 400 miljoen, wat gaan ze zoeken? Ik weet het beter, denk ik, ik weet het niet. Dat is toch niets, dat is toch chicken feed? Ja, ten opzichte van wat je, ten opzichte van wat je niet stort bij de centrale bank, wordt geld dat niemand kan vinden, per monidee. Ja. Niemand weet het. Dat kan je toch rustig daaruit halen. Dus deze discussies gaan opkomen vanuit de oppositie, vanuit onze zijde. En zeggen, wacht even, wat is de bedoeling ervan? Mm-hmm. Wat is de werkelijke behoefte van EBS, wat is het probleem? En, wacht even, je had daar geld. Waar is dat naartoe? Mm-hmm. Waarom doe je dit? Dat zijn de zaken die gaan spelen. Nou, ik ben benieuwd. Meneer, als je nadien gezien er geen bellen meer zijn, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik hou mijn oren open, mijn ogen open. En ik ga alles even tot me nemen en ga kijken wat er eigenlijk gaat gebeuren. Want in Sabikba dat Ayuru kon door, mensen geloven ze niet meer. En nu pas zie je dat de aap uit de mouw komt. Nu ga je naar Oppenheimer, nu ga je naar daar. En deze regering heeft 2 maal zoveel geleend waarvan er inkomsten zijn in het land. En het had money no day. En natuurlijk, if money no day, dat pa money ego. En yes. Dat is de vraag, pa money ego. Maar als u nadien, ik heb geen vragen meer. En ik wil u heel veel succes toewensen. Met de partij. En met alles wat u wil doen voor de partij. En eigenlijk, ik zou zeggen, de diepste scholing. De topste scholing die u heeft gehad. De beheersbaarheid. Die charisma die u heeft. Die rust die u heeft. Blijf het behouden. En blijf het ook uitstralen, want u komt niet van een verkeerde opleiding. Dus u heeft die verstand niet op de banken gelaten van de school. De bigisma botaki gona scoro en abumu verstand zei kisi ilibe na scoro en dan iguenanga zei leren na scoro de liba verstand op abangi. Dus u heeft alles weer meegenomen. Maar ik wil u bedanken om hier te zijn en ik geef u de gelegenheid om de mensen te groeten en we gaan elkaar verder nog spreken. Nou, met een grand tangi. Ik hoop dat iedereen een fijne nachtrust heeft. Ik wens mijn vriendin Susie King ook een fijne nachtrust en de laatste uren van haar verjaardag, dat ze het leuk kan vieren met haar kinderen en iedereen. En ik hoop dat de mensen daar onzeker een goed hart toe dragen. We weten dat hun hart hier is in Suriname. En wij willen samen heel veel doen. Maar het gaat inderdaad liggen aan
de wederzijdse ondersteuning. En dat kan niet alleen emotioneel, maar ook zoals we vandaag discussie hebben gehad en communiceren met elkaar en de mensen bellen in, krijgen wij allemaal ook inzichten, toch? En dat is wat we willen hebben. 100%. Dan gaan we verder. Ik ga u een opdracht meegeven. U hoeft niet erop te reageren. Of het ja is of nee. Maar nee, u kunt alleen maar tegen mij zeggen, ja, ik ga het doen. Er is een meneer, is mij opgevallen in Suriname, al geruime tijd, 4 jaar. Ja? Zou u graag met die meneer willen gaan praten? Ik zou hem heel graag in het pars willen zien. Ja? Ik zou hem graag thuis willen zien in onze tournee. En dat hij het werk samen met jullie kan gaan doen. Dat is meneer Toddy. Ik wil u vragen als u contact met hem wil maken om hem over te halen om naar de NDP te komen. En ik weet dat als ik u wat vraag dat u het graag doet. Maar ik wil u vragen als u contact met hem wil nemen, want ik wil hem heel graag. We hebben al contact gehad. Maar dus probeert u hem dan over te halen alsjeblieft. Ja, ik ga u bedanken. Ja, helemaal. Ik ga u bedanken. Alle Surinamers gaan we inzetten voor de ontwikkeling. En de mensen die die capaciteit hebben, ja, en weten waarover we praten en weten in lijn is wat we moeten doen, die zijn allemaal welkom en moeten ze inderdaad overhalen. Okay, want we hebben alles nodig. Precies. En manpower, precies, en menskracht om dit te doen. Okay, precies, want hij is een goede speer. Helemaal. Nee, dat is goed, meneer. Als u nadien, ik ga u een fijne nacht rust wensen. En tot de volgende keer. Dankjewel. Rantangi. Slaapt u lekker. Fijne avond verder. Ja, dank u. U kunt ophangen voor mij. Dank u. Dames en heren, dit was Michael Ashwin Adin. Ik heb hem ook gevraagd om deze meneer te gaan opsporen. En waarschijnlijk hebben ze mijn verzoek van eergisteren, denk ik, ja, afgeluisterd. En ze hebben waarschijnlijk al gebeld. De Maere Takmita Kogokaraman, Kotekaman Koinse, Charaman Koinse en Ujaman warm onthaal. En ik hoop dat kan gebeuren dat hij de man kan overtuigen, Abigi Baradisi, dat hij hier thuis hoort. En dat hij het werk samen met ons kan gaan doen voor de seniorenburgers en ook voor de jongeren in het land. Maar misap takamandis kan doen een bon job. En misabi mek u big up amandisi, mek aman konfu kon doen a worko samen nga uno. Ja, de beste man op de juiste plek, dat umuspoti. Ik ga even, mensen niet weggaan, ik ga even naar de reclame. En ik ben zo bij jullie terug.